Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft vanmorgen namens de regering de verklaring van Dita Biki in ontvangst genomen. De verklaring is een uitkomst van de Libakrutu van 8, 9 en 10 oktober jongsleden te Dita Biki aan de Tapanahoni rivier. Leo Brunswijk, voorzitter van de commissie Viering 10 oktober Dita Biki, vond het een eer om deze verklaring af te staan aan het ministerie. Brunswijk zegt verder dat de commissie het ook bijzonder vindt dat het desbetreffende ministerie geleid wordt door een Maron die de waarden en normen van de mensen kent. En dat is het speciaal gevoel dat hoe langer je die Maron zegt, ja, dat is een dan waba bibi 100% dat aboskopo programma voor door naar de juiste commissie en ook die juiste behandeling samen van ons. Alla peuropo euroko punto eli da di alla gerente del casino con la vita media dan uno manti tak de noko ma do auroko da quando on misani o qua miscomunicasi ben presi dan a busca no ponso le fa a potule uno de tak na di a on tutte le lingue. Apo tule fu adri tabiki akor anuan sani san de tiga arakere anuan sani san de tiga politik wel publiki ef politik mengin se de finanga as a abos noiti sa uteki fu tek de punte fu nu fu ka nye fu nu fu verlikti de nu tu fu a binnenland. Minister Dikan zegt dat hij het document verder zal geleiden naar de vicepresident. Volgens hem zal het ministerie er alles aan doen het grondenrechtenvraagstuk zoals dat in de verklaring staat aan te pakken. Hier is een garantie dat enkele wachtie geschoten is. Aan eigenlijk wat meer vertraging voor wat moet op een kalender zou gaan. Alleen voor oude opgenomen staat niet toe. Dus dat die nou op de morgen geen prioriteit voelen. En Sami Verstaan is het nog ja document dit, maar Sami Verstaan daar zeker aan dit punt toe opgenomen. RO-minister Edgar Dikan. Hij nam vanmorgen namens de regering de verklaring van Dita Biki in ontvangst. De verklaring is een uitkomst van de Libakrutu van 8, 9 en 10 oktober de Dita Biki aan de Tapanahoni rivier. De overhandiging vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie van Regionale Ontwikkeling.